als je naar deze foto kijkt, dan is dit eigenlijk hoe het weer eruit zag die dag. Als we hier naar kijken, dan doen we heel slecht weer. Ja. Dus dit is die foto van het weer. Dus die route zou dan van hieruit zo rechtstreeks moeten zijn. Dit zou zijn route moeten zijn. Ja. Als we kijken, de pijl die ze hier gezet hebben, is waar het toestel nu gevonden is. Het weer kwam van het oosten. Het was heel slecht weer, zoals je ziet. Rood betekent super, super slecht. Je kan er niet doorheen. Als er vliegtuigen komen, die moeten landen op Saturday, gaan ze allemaal terug naar Guyana om daar te blijven wachten. Wij zijn ervan uitgegaan dat het weer hier kwam, alhoewel je het weer niet kan zien in het donker. Je gaat het alleen maar voelen. Wij zijn ervan uitgegaan dat we hebben twee pings gehad van Digicel en die kwamen hiervoor bij de rallyvallen gedeelte. We hebben dit hele gedeelte hier hebben uitgekampt. We zijn dus in het gebied geweest waar de helikopter is, maar zoals ik al zei, op 5 tot 10 meter zie je niks. Het toestel is geheel afgebrand en het toestel ligt plat op de grond. Dat heb je op de foto's ook gezien, die rotor ligt plat. Het toestel is gemaakt van fiberglass. Fiberglass is een soort plastic stof. Als het verbrandt, dan verbrandt het helemaal weg. Wij hebben onze eigen indruk. Dat toestel is gevonden in een positie, een landingspositie, waarbij de blades gebroken waren. Ik denk dat hij, ik weet het nog niet zeker, geprobeerd heeft om in het slecht weer te landen en hij te laag gekomen is, waardoor die blades gebroken zijn door die bomen en dan heb je geen lift meer en is hij naar beneden gestort, zo'n 40 meter. Dat is een zware impact, een hele zware impact en ik denk dat ze dus hopelijk, maar wat ik gezien heb, niet geleden hebben. De tank van dit toestel is de gehele onderkant, omdat dit toestel veel gebruikt wordt voor medische doeleinden, waardoor hij open moet zijn voor brancards erin te leggen, is de tank aan de onderkant. Dus je moet het indenken dat als zo'n toestel naar beneden valt, en dit is de tank, dan valt hij op de tank en dan heb je de hete motoren. Die motoren zijn meer dan 8000 graden heet. Wij gaan ervan uit dat er een ontploffing is geweest, want er waren delen daar. En het toestel is afgebrand. Het toestel is gewoon geheel verbrand. Wat je daar nog ziet is de tail, die heel erg lang is. Je ziet de motoren en je ziet de head. En je ziet waar eigenlijk de stoelen zou moeten zijn. Maar je moet niet vergeten, 2,5 jaar, als daar twee liggen maar daar gelegen hebben, dan ga je er niks meer van vinden. Gelukkig hebben we het kunnen vinden. En gelukkig hebben we het kunnen onderscheiden. Want wij wisten dat Donovan een helm op had. De piloten bij ons steken allemaal een helm op. En aan de hand van die helm hebben we kunnen onderscheiden wie is. Maar we zijn allebei gevonden. Dit gebied is, we hebben dus, wat hij al zei, bijna 60 kilometer binnen moeten rijden. Maar zoals je ziet, als je naar die lijn kijkt, is hij dus niet ver van die lijn afgeweken. Ik ben geen expert, maar aan wat ik gezien heb aan de skeletten, dat het een heavy impact was, want ik heb gezien dat die skeletten kapot zijn bij de dijbenen. Weliswaar waren de skeletten precies op de plek waar ze waren tijdens het vliegen. Donovan aan de rechterkant, waar de captain vliegt, en Noy aan de linkerkant. De vraag is nu, wanneer het toestel vrijgegeven wordt, kunnen we uitzoeken of dat toestel inderdaad op weg naar de stad die crash heeft gehad, of dat hij teruggedraaid is en zich toch zou melden bij het tweede toestel die gemeld heeft van luister, we kunnen hier niet doorheen, ik zie daar Pusukunu, laten we daar gaan slapen. Donovan was, ik zal niet zeggen koppig, want hij is een heel goede piloot. Maar hij was overtuigd, nee, we gaan er door en we moeten naar huis. Misschien heeft hij even verder toch gedacht van nou, ik kom er niet doorheen, ik ga terug naar dat andere toestel. Dat gaan we later horen in de ligging van de neus van het toestel. Ik moet wel zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat het toestel niet naar beneden gecrashed is, was veel denken.
omdat het toestel in een landingspositie gevonden is en omdat de staat van het toestel helemaal intact was. Als het toestel naar beneden stort, is het meestal met head first of hij draait om en gaat zijwaarts. En het eerste wat breekt is de staat. Want die staat is eigenlijk van heel licht materiaal gemaakt. Ik heb al vaker crashes gezien van helikopters en van vliegtuigen. We hebben bijna alle crashes die in Suriname zijn geweest van vliegtuigen hebben wij opgelost door de mensen te gaan halen. En je ziet vaak hetzelfde beeld, het zo'n toestel op zijn kant of op zijn kop ligt omdat hij tegen bomen aan is. Ik heb ook gezien dat een van die blades dubbel gevouwen was. En in mijn gedachte is dat als je zou zakken tussen bomen en je hebt een boom hier en die blade komt er naartoe, dan klapt hij dubbel op zo'n boom, dan breekt hij en dat is waarschijnlijk gebeurd.